Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst. In samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je ziet ons live op Facebook via de pagina van Motley. En je hoort ons natuurlijk live op Amsterdam FM of later waar jij wil op je eigen podcast. En als je terug wil kijken, dan kan dat ook. Na die tijd op YouTube of op Artube bijvoorbeeld. En zoals elke week zit er hier tegenover mij een kunstenaar die heel aandachtig naar ons gesprek luistert en daar visueel op gaat reageren. Avra IJsma is dat deze week. En aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op Voor de Kunst staat. Fotograaf Marijn Baks trok 10 jaar op met Mar, een vrouw die vorig jaar op 102-jarige leeftijd is overleden. En zij gaat straks uitleggen wat het voor bijzondere verhalen en bijzondere foto's opleverde. Maar eerst natuurlijk mijn hoofdgast, Maria Bonas. Ze is dichter, schrijver en kunstenaar. Schreef 3 romans en 4 gedichtenbundels en ontving een hele lijst aan literaire prijzen. En ook als beeldend kunstenaar is taal de rode draad door haar werk. Zo zette ze woorden om in objecten door al pratend glas te blazen of bij het uitspreken van bepaalde woorden klei in haar mond te nemen. En zo wordt iets abstracts als een woord een tastbaar object. Maar het kan net zo goed om een stotterende bellenblaasmachine gaan die tevergeefs pogingen doet om zichzelf duidelijk te maken. Misschien wel net zo onbeholpen en onhandig als wij mensen dat soms doen. Maria, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Wanneer wist jij voor het eerst dat woorden heel krachtig zijn? Wanneer kwam je erachter? Oh, dus dan even kijken hoor. Dan moet ik aan heel veel momenten denken eigenlijk. Als het echt gaat om een chronologie, dan ga ik er gewoon eentje uit pakken. Want het is moeilijk te weten wat dan het eerste moment was. Maar een heel belangrijk moment voor mij is geweest toen ik als kind naar Engeland verhuisde. En mezelf niet verstaanbaar kon maken. Ja. Ik sprak geen Engels. Ik was 6 jaar en ik stond op het schoolplein. En ik voelde me gehandicapt, zeg maar, zonder woorden om andere mensen te bereiken. En, maar misschien nog wel meer toen ik 3 toverwoorden leerde van de juf. Die zei, dan moet je zeggen, can I play? Can I play? En dat klonk natuurlijk heel raar uit mijn mond. Want ik zei dat dan voor het eerst, maar ik merkte dat het werkte. Dan kon ik wel of niet meedoen. Hè? Soms zeiden ze yes, soms zeiden ze no. Ja. Maar dat was een soort brug. En ik had bijna een soort lichamelijke ervaring daarbij. Dat ik echt over een brug liep, zeg maar. En dan wel opeens meedeed. De brug naar gewoon een wereld vol vriendjes en ineens. Ja, of mogelijk wel en niet meedoen. En ik denk dat ik toen pas ook merkte hoe raar ik me daarvoor had gevoeld. En incompleet. Zonder woorden? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Wij gebruiken natuurlijk die woorden om mee te communiceren. Maar je zei wel eens in een interview, ik gebruik mijn woorden, mijn gedichten ook om te vatten wat anders wegglipt. Kun je dat eens uitleggen? Ja, dat lukt niet hoor. Dat moet ik er wel meteen bij zeggen. Maar dat kan wel een aanleiding zijn om te beginnen met schrijven. Mm-hmm. Ik denk, zoals misschien iemand anders een camera pakt, denk ik, dan laat ik dit snel opschrijven, anders vergeet ik het. Of, dus dat kan niet zijn wat iemand zegt of iets wat ik zie. Of waarvan ik denk, als ik het nu niet opschrijf, dan is het voor altijd verloren, zoiets. En dan vervolgens gebeurt er natuurlijk iets anders, want het is eigenlijk niet mogelijk om datgene te vatten wat ik dan probeer te vatten. Ja. Ja. Want gaat het dan om emoties of gedachtes of vermoedens? Wat? Ja, dat is heel wisselend. Ik heb altijd een schrift bij me als een dagboek. Dus daarin schrijf ik alles op. Dus dat kan zijn hoe laat ik de trein moet hebben, maar ook een boze brief aan iemand, de opzet daarvoor. Of, en vaak weet ik nog niet dat iets een gedicht gaat worden. Dus ik schrijf eigenlijk een beetje in het wilde weg. En dan teruglezen, denk ik, wat staat daar nou? Wat gebeurt daar? Dat is iets vreemds of moois of opvallends dat ik dan uit ga werken. Dat wordt dan een gedicht, soms. En dan moet het dus ook iets zijn wat uit de toon valt. Ja, ja, waar ik eigenlijk altijd naar zoek is dat er iets gebeurt wat echt alleen maar in taal kan.
misschien om het te vergelijken. Ik sprak net met een student beeld en taal, eindexamenjaar, Salomon Rodenburg, die hele mooie tekeningen maakt. En zij had bijvoorbeeld de glazen van een verrekijker, de rondjes, laat ze dan terugkomen in een soort achtergrond waar al die rondjes ook weer terugkomen, waardoor je het idee hebt, er wordt iemand constant aangestaard. Dus dat is een soort beeldrijm of wat daar dan ook ontstaat. Dat kan alleen maar in een tekening. Ik kan het nu wel beschrijven, maar dan ben ik het heel erg aan het uitleggen. Terwijl in die tekening heb je dat meteen als een soort, komt dat meteen bij je binnen. En dat kan natuurlijk ook in taal. Dat er iets, dat je iets beschrijft en dan gebeurt er, dan vindt er een soort transformatie plaats die echt alleen maar in die woorden kan zijn. En dan als dat lukt, dan vind ik het spannend, zeg maar. Dan ga ik daarop verder. En dan probeer ik dat zo levendig mogelijk, denk ik, te maken. Of, Kunnen we dat illustreren aan de hand van een gedicht? Oh, misschien. Dat hoop misschien ik. Wel, want we hebben de grote primeur, de wereldprimeur. Je komt een nieuwe dichtbundel van je hand. En je hebt hem als pdf op je mobiel. En je wilt voor ons wat voorlezen. Ja. Het gedicht heet nu Toekomsten. Maar misschien gaat hij nog anders heten. Toekomsten. Er is een kluwen in mijn maag met vragen als hoeveel staat er nog op mijn bankrekening en nu ik toch de levenslange jas heb gekocht. Ze graaien. Hoe rood is het hoofd en gaat mijn moeder niet dood, mijn vader, mijn broers niet één voor één. Als gammele stoelen van de draaimolen waar ik niet meer in pas, scheren ze langs de kop, daar zul je hem hebben, die ik niet uitzocht. Geen hoed is diep genoeg om in te verzinken. Bukken. Geloven dat ik een tijdsreis maak als ik de tunnel in fiets en er anders uit tevoorschijn kom. Ook als ik mijn muts in de vorm van een hoed weer afwaait. Ook als mijn muts in de vorm van een hoed weer afwaait. Dit zou voor een toekomst door kunnen gaan, zeg ik, meermaals opdat het waar gaat klinken. Kijk maar hoe ik hoger op het zadel zit. Verblind de dommelende zon inrijdt. Mooi. Heel mooi. Heb je nog enig idee hoe dit ontstaan is? Met wat voor woord, zin, beeld? Ja, er is een heel raar eng donker tunneltje in de buurt van het station van Alkmaar, waar ik vaak doorheen fiets op weg naar huis. Ik woon in Bergen en ik werk in Amsterdam, dus ik ben heel vaak vanaf dat station rijd door dat tunneltje. En dan denk ik dat er iets verandert, zeg maar, als ik dat tunneltje doorrijd. Okay. Ik weet ook niet, misschien probeerde ik er gewoon iets van te maken, omdat ik het niet zo leuk vind om door dat tunneltje te rijden. Ik weet het ook niet. Ja. En dan dacht ik, op het moment dat je zegt, je maakt een tijdsreis, dat je als je door dat tunneltje gaat, dan is het eigenlijk ook zo. Want dan onderscheid je een vroeger en een later, zeg maar, een nu en een nu. En dus daar denk ik dat het een beetje door ontstond. Maar veel meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Want het ontstaat dan ook gewoon op papier. Het een roept natuurlijk het ander op. Ja. En misschien een van mijn laatste gedichten. Ik hoop dat die hier ook al in staat. Die misschien iets meer ook illustreert waar ik het net over had, zeg maar. Hoe een soort transformatie kan ontstaan in taal. Dit is trouwens ook ontstaan door te fietsen door een weiland. En ik hoorde een hele rare doffe knal in de kruin van een boom. En ik wist niet of dat een schot was van een kogel. Of dat ik me in de berm moest gaan verstoppen. Of dat er iemand op een zak had gestapt. Dat was echt een heel raar geluid. Ik kon het niet thuisbrengen. Een kruin klapt dof in elkaar als een plastic tas gevuld met adem en scheldwoorden die iemand onder zijn voet wil vermorselen. En uit de ribbenkast die de boom is, storten tegenstribbelende vogels en vissen die ik heb gewonnen, met het hortende schieten en wit worden in de botsende auto's, bewegingsloos op weg naar huis. En plat als de kikker waar de magere jongen uit mijn klas op stampt en trapt met zijn laars. Ik zie iemand hangen aan een afgrond, zo trapt hij op de vingers. Ze komen loom dood aan de oppervlakte drijven. Ik adem vluchten in. Zinnen, vinnen, vleugels, vingers uit. En je zei, de transformatieve kracht van die taal, die kan ik hier aan mee illustreren. Ja, dat denk ik. Omdat die...
de vissen die ik ooit op de kermis heb gewonnen, die wit werden, die veranderen eigenlijk in de vleugels. En die veranderen weer in de vingers. En die veranderen weer in zinnen. En dan is het uiteindelijk het gedicht natuurlijk ook, ja, wat is dat dan? Een vlucht of de beweging van die vis? Of dat kan het dan plotseling allemaal zijn. Ja. En misschien moeten we dan meteen naar zo'n andere quote van jou. Je zei dus, we hebben natuurlijk taal nodig om grip te krijgen op de werkelijkheid. Dan leg je de interpretatie van de werkelijkheid vast. Maar een beschrijving kan ook een nieuwe werkelijkheid oproepen. Misschien kun je het aan de hand daarvan ook nog eens illustreren. Met een ander gedicht bedoel je? Nee. Met bijvoorbeeld, in dit geval quote hier Paul Auster, de schrijver. Zodra ik de kamer beschrijf waarin ik me bevind, bevind ik me in twee ruimtes. Namelijk de kamer waar ik me feitelijk in bevind. Maar ook de kamer die ik beschreef. Er is een soort van concept ontstaan. Ja, dat gebeurt, ja. Maar dat gebeurt altijd natuurlijk, hè. Zodra je iets beschrijft, maak je een nieuwe werkelijkheid. Maar wat is dat voor werkelijkheid? Want heel veel mensen kennen die hele werkelijkheid, denk ik niet. Ik heb daar wel echt iets over geschreven. Dus misschien, eigenlijk zou ik maar twee gedichten lezen. Maar dat is misschien toch goed om, als ik hem nog vind. Iedereen kent die werkelijkheid. Als jij aan je moeder probeert te beschrijven hoe je dag was. Hmm. Vind je dat meestal lukt? Dat je echt een goede weergave hebt gegeven van je dag? Nee, ik dacht tot nu toe dat het aan mij lag, maar jij zegt dat is sowieso onmogelijk. Het kan niet, nee, het kan niet. Maar dat weet toch ook iedereen die probeert een tekening te maken van iets. En het is ook heel mooi dat dat niet kan. Je kan het wel proberen. En ik denk dat de benadering, zeg maar, de poging, de echte, ook de welgemeende poging, echt iets, ja, dat kan natuurlijk wel iets opleveren. Maar het is niet, je kan nooit zeggen. Daar is onze taal sowieso ontoereikend voor. Ja. En ook de beeldtaal natuurlijk. Dat vind ik ook wel een treurig besef. Ja, ik heb ook heel lang gedacht dat het wel kon. Ik heb ook echt heel serieus me geoefend in het zo goed mogelijk wel doen. En gewoon genegeerd dat het niet kan. Totdat ik, het was eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. Dat ik George Orwell las en ook over de Wiener Kreis, waar hij ook weer door beïnvloed was. Een taalfilosoof die probeerde te gaan voor een pure taal. Hè, dat wilde ze heel graag nastreven. Maar het mislukte keer op keer. En George Orwell heeft daar, naar aanleiding daarvan, ook zijn Newspeak idee kunnen ontwikkelen. En een pure taal zou betekenen een taal die samenvalt met de werkelijkheid die hij beschrijft. Ja, dat het werkelijk. En het is wel heel interessant. Ger Groot die heeft een heel mooi essay geschreven in de Gids over de onfeilbare taal, zo'n soort titel. En daarin beschrijft hij eigenlijk de geschiedenis van ons denken en ons geloof in dat het ook wel kon. En zelfs in onze taal zit dat geloof nog vervat. Omdat ik kan zeggen, ik deel een idee met jou. Of onze hele communicatie woordenschat is erop gebaseerd dat ik een boodschap heb. Ik stop die met woorden in een envelop en die geef ik dan aan jou. En jij kunt hem openen en dan kun je werkelijk weten wat ik dacht. Ja. Maar ja, dat is wel echt een heel achterhaald idee natuurlijk, helaas, dat kan. Maar ook niet helaas, want dan ontstaat er ruimte voor vervorming, voor misvattingen, voor absurditeit, voor kunst wat mij betreft. Eigenlijk begint het dan pas. Als je die ruimte tussen het weten waar het misgaat of aanvoelen waar het misgaat en toch proberen en dan daar iets mee doen, volgens mij begint het daar eigenlijk pas. Oké, laten we horen wat je erover geschreven hebt. En daarna heb ik nog wel een vraag erover. Dit ontstond eigenlijk naar aanleiding van een beeld van Mark Manders, die een heel gek typemachientje op een heel steriel tafeltje op hele dunne beentjes had gezet. Met een muur daarachter van een soort nep bakstenen muur. Ik bevind me tussen de tafel en hoe die is beschreven. Ik aarzel om verder te gaan uit angst om tussen die tafels te vallen als in de bodemloze schacht van een lift. Is die ruimte denkbeeldig? Ik sluit niets uit. Daarin kan ik bestaan. Vanaf mijn stoel is nog net een werkelijkheid zichtbaar. Er komt een lichaam in voor. Het beweegt zich vertraagd door een diepe laag sneeuw.
Het kondigt iets aan en keert zich eerder af. Dwarrelen is een woord dat het lichaam onthaalt. Dwarrelen in het bijzonder en doorhaalt. Er twijfelt een nachtboot in mijn hoofd die mij op volle zee naar huis moet brengen. Er zijn landen aan de overkant waar we gaan wonen. Alleen de boot wordt wit. Wat mij omringt blijft zwart en zeeachtig klotsen. Ik weet niet welke richting we op gaan en in welke taal. Er valt sneeuw en er valt gesproken sneeuw. Er valt sneeuw in dikke, onbeholpen vlokken uit mijn mond. Nou zit ik me ook tijdens het horen van dit gedicht af te vragen of ik dan wel hetzelfde hoor als wat jij hoort. En of, wat denk jij? Hoe ver is de rot van de taal ingezet? Waar houdt het op? Ja, ik weet het niet. Dat is natuurlijk een heel taalfilosofisch probleem. Daar gaan we niet uitkomen. Nee. Maar hoe zet jij hem in? Of hoe verwerk jij hem? Ik denk dus echt dat iedereen die hier naar heeft zitten luisteren iets anders heeft gehoord. Maar dat blijkt ook, hè, als je zoiets vraagt van wat heb jij gehoord? En vaak denkt iedereen dat het over hem gaat of haar. Ja. Dat is ook heel grappig. Ja, zeker. Maar ik denk wel dat net als muziek, zo'n gedicht wel kernachtiger is dan een zomaar een verhaaltje. Dus ik denk wel dat dat het woord boot of steen of dat het niet alleen die boot en die steen is waar jij dan toevallig aan moet denken, maar dat je toch ook wel het idee boot en steen kunt delen met iemand. En ik denk wel dat poëzie daar sterk op leunt en wel meer dan andere taalmiddelen toch het probeert om wel een over te brengen. Ja, en misschien gebeurt het al tussen de regels of ja. Ja. Maar. Hoe zou jij, stel dat je dit concept van misschien een soort van parallele werkelijkheid of zo, of allemaal betekenissen naast elkaar, hoe zou je dat beeldend kunnen maken? Hoe zou je dat omschrijven? Als je dat zou moeten omschrijven? Wat een goede vraag. Het is een goede vraag omdat ik het niet weet. Dat weet ik niet, hoe je dat beeldend zou omschrijven. Ik denk wel dat we bij beeld eerder accepteren dat we iets anders zien. Dus dat we niet zo dat bijgeloof hebben of het vooroordeel dat we elkaar begrijpen. Iedereen weet dat niemand dezelfde kleur groen ziet, bijvoorbeeld. Ja. Hè, daar begint het al. Het is minder naïef. Ja, misschien zijn we daar. Ja. Maar ja, moeilijk om daar absolute uitspraken over te doen. Ja, precies. Ja. Nou, waar ik eigenlijk naartoe wilde, is dan ook de vraag. Kun je zo'n, stel dat je het als een soort van parallele werkelijkheid ziet, kun je elkaar daar dan ook ontmoeten? Dat denk ik wel, ja. Dat denk je wel? Ja. Ja, alleen al door erover te praten. En dat je die dan, zeg maar, ja, misschien conceptueel, maar toch, je zet hem wel neer. Ja. Ja. Is dat trouwens ook waarom veel poëzie inderdaad van die begrippen heeft, zoals boot of ster of toch een beetje de archetype? Ja. Kijk, als je dat aan Copland vraagt, zou die ja zeggen. Ja. Als je dat aan jongere dichters zou vragen, zouden ze dat denk ik ontkennen. Ik denk dat veel jonge dichters op dit moment echt wel heel erg over hun levenswereld schrijven en dat die wat meer losgekoppeld is van die archetypische objecten. Maar toch kom je er niet onderuit, denk ik. Nee, want die jonge dichters hebben dan misschien ook het naïeve idee dat ze daarmee dichter bij de werkelijkheid komen. Ik weet het niet. Nee, eigenlijk, je kunt niet nee, spreken, weet ik natuurlijk. Niet. Nee, dat snap ik. Nee. We hadden het ook over hoe onmachtig je kan zijn als je de taal niet machtig bent. Je hebt ook een tijd in Duitsland gewoond. Hoe heb je dat daar ervaren? Want dan moet je ook natuurlijk soort van opnieuw beginnen. Tenminste, ik weet niet hoe het in Duits was, maar. Nee, heel slecht. Het was echt heel slecht. Ja, dat heeft voor heel veel misverstanden gezorgd. En ook wel, ik weet het Nederlandse woord daar niet voor, maar alienation. Vervreemding. Kun je zo'n situatie omschrijven?
Ja, het is een beetje flauw, want ik heb daar dus een hele reeks gedichten over gezegd. We komen tot het eind van de bundel. Ik voel het alles. Maar ik zal het... Nee, als het erop slaat, ja? Graag. Ja, oké, ja, ik hoop dat ik hem echt heel snel vind. En ondertussen zal ik proberen iets te zeggen. Ja, je straft niemand met het voorlezen van nieuwe gedichten natuurlijk. Ja, die serie heet Goedenacht Einsamkeit. Mm-hmm. En gaat eigenlijk over hoe ik woorden zoek in de stad. En aan de hand van wat ik zeg maar tegenkom in de straat. Maar ook wel met wat ik onvolledig begrijp als ik lees. Mm-hmm. Oké. Goedenacht, Einsamkeit. Het is de dag dat ik begin met schrijven in boeken met een potlood weliswaar. Maar met een scherpe punt en in velerlei opzicht onomkeerbaar. Het is Der Untergeher, de eerste roman die ik lees in het Duits, waarin ik als ware in het vloeibare fase mogelijkheden in de kantlijn blijf plaatsen. Het is de taal die ik mij woorden sprokkelend in Kreuzberg eigen maak. Het is de Nostitzstrasse waar ik er veel vind. Goedenacht, Einsamkeit, ich bin so gern allein mit dir. Heeft iemand netjes op de muur naast de cocktailbar geschreven, waar geen mannen komen, alleen vrouwen die meisjes lijken. Het is de stad waar ik wel wil leven, maar ik blijf steken bij klavierradicalismus. Dat is een heel mooi woord wat in Der Untergeher staat. Ja. Ja, die ik dus ook niet heb uitgelezen. Wegens gebrek aan begrip. Ja, want ik was al zo overweldigd door dat ene woord. Dat bestaat. Klavierradicalismus. Hoe zou je het vertalen? Ja, pianoradicalisme. Ja. Maar, het gaat dan over een man een jonge man die studeert samen met Glenn Gould. En ja, naast die meester, als student al zich realiseert, ik kan het wel schudden. Ik kan nooit zo virtuoos gaan spelen als Glenn Gould. En dan studeert die man nog maar. Dus dat is... En de kracht van het spel van Glenn Gould aan te geven, komt hij met dat woord, klavierradicalismus. Ja, echt heel mooi. Ja. En dan zijn er nog zeven andere gedichten die gaan, dus zeg maar, in die serie van Goedenacht Einsamkeit. Jan Wagner, een Duitse dichter, heeft eigenlijk heel mooi over geschreven over deze cyclus. Die is in Duits vertaald ook. En hij zegt dat... het is moeilijk om het even samen te vatten. Want hij plaatst het in een traditie van dichters die lezend in de stad of door te lezen een identiteit proberen te vinden. Daar was ik me helemaal niet van bewust van die geschiedenis. Maar hij stelt eigenlijk heel duidelijk dat taal is identiteit. En dat ben ik wel met hem eens. Je kunt iemand anders zijn, ook in een andere taal, geloof ik. Ja, dat... Bijvoorbeeld. Daar was ik benieuwd naar, want je hebt natuurlijk wel al een volwassen leven, nog niet helemaal achter je, maar je bent een volwassen vrouw. Je leert een nieuwe taal, die wereld is niet meer nieuw. Alleen de manier waarop je hem beschrijft is nieuw in het Duits, als je een nieuwe taal leert. Ja. Dat maakt ook misschien dat je wat selectiever kan zijn in welke delen van die taal je tot je neemt. Mm-hmm. Hoe ben je daarmee omgesprongen? Want je kunt dus ervoor kiezen om niet verder te lezen na zo'n mooi woord in zo'n roman. Nou, ik was heel blij. Ik ben bijvoorbeeld een taart gaan bakken. Dan was ik heel trots toen ik dat recept begreep. Ah, ja. Maar toen het mislukte, dacht ik echt dat deeg dat daar mislukt lag op het aanrecht in een andere taal zuchtte. Dus het is heel gek. Of als ik een vogel zag op een tak, en dan dacht ik, is dat dan een Duitse vogel? Ja. Dan ken ik het woord, had ik al geleerd, vogel, moet je dan zeggen. Niet vogel, maar okay. Vogel. En met een hoofdletter. Maar op het moment dat je dat weet, dat die vogel heet, dan denk ik, als hij dan geluid maakt, zeg maar, is dat dan ook Duits? Of hoe werkt dat? Dus alles zag er anders uit. Alles zag er anders uit. Maar hoe ik omsprong met die taal eigen maken, nou, dat was echt heel van hot naar her. Gewoon
pakken, ja, wat ik te pakken kreeg. Ik heb geen les gehad. Mm-hmm. Maar mijn man is Duits, dus die spreekt Duits met de kinderen thuis. Dus daar had ik het eigenlijk al veel eerder van kunnen leren. Maar ja. En het lijkt natuurlijk op het Nederlands. Hè? Dus het is ook niet zo vreemd dat het... ja. Maar dat goed, dat is ook verwarrend natuurlijk. Ja. Ik weet nog dat er een briefje op de gang hing van ons huis, trappenhuis. Van een concert, een aankondiging van een concert van een buurman. En dat leek me nou een hele mooie gelegenheid om de buren te leren kennen. En ik dacht dan, nou, daar ga ik heen. Maar ik had iets niet helemaal begrepen van dat briefje. En ik sprak hem daarop aan. Ik zag die man in de gang staan en ik zei... Über die Sessel in der Gang. Sorry, dat is heel fout nu ook. Maar het moest zijn Zettel. En zij Zettel is een briefje. Ja. En ik zei per ongeluk Sessel. En zij dacht, waar heeft die mevrouw het over? Die stoel in de gang. En die heeft mij voor een soort gek verklaard. En mij nooit meer vervolgens aangesproken. Dus ik ben ook maar niet meer naar dat concert gegaan. Oh, nee. Maar je bent natuurlijk constant in zo'n situatie. Dat je. En ik heb ook heel erg te doen met mensen hier. Die toeristen die... Ja, je wordt toch als een soort mindere behandeld... als je niet gewoon de taal spreekt. Ja. Als een soort cripple, invalide. Afhankelijk van de welwillendheid van je gesprekspartner eigenlijk. Ja. Maar die kan toch ook... In dit geval zeggen we, er staat helemaal geen stoel in de gang. Wat bedoel je nou? Maria. Ja, weet ik veel. Maar ja, daar ben je dan ook misschien... Ja, goed, in een andere taal ben je dan misschien ook niet zo gehaaid als in je eigen taal. Ja. Dus dat, ja. Hoe jij geeft ook woorden vorm. Ja. Letterlijk. Hoe ziet het Duits eruit in jouw hoofd of in jouw ervaring? Ik heb een beeldenserie gemaakt over het... Maar eigenlijk over de verschillen en de gelijkenissen tussen de woorden heim, heem en home. En over het vreemde fenomeen dat als ik heim zeg, dat ik echt aan iets heel anders moet denken dan als ik home zeg. En heem is dan een heel mooi oud-Nederlands woord. Wat dan bijna ouder is dan mijn eigen idee van thuis. Dus dat roept voor mij dan ook... Ja, de thuizen op van mensen die weg zijn gegaan en weer terug zijn gekomen. En nou bleek heim best veel te lijken op home toen ik het in het glas ging blazen. Mm-hmm. En eigenlijk ook niet heel veel anders eruit te zien dan heem. En dat is natuurlijk ook... ja. Het ging me ook meer om het volume en misschien en het fysieke en het ook wel gewoon het feit dat ik dat woord op een bepaald moment heb uitgesproken en dat je de stolling daarvan kan zien. Meer dan dat ik geïnteresseerd was in welke vorm krijgt die precies. Okay, ja. En ik denk dat ik mede daarom ook nu inmiddels veel meer zelf die vormen bepaal. Want dan denk ik, ik heb daar een idee van hoe een bepaald woord eruit moet zien. Ik heb in het Glasmuseum nu een aantal... Oh, die heb ik trouwens... Hij gaat nu naar zaterdag in de kleine tentoonstelling bij Annette Gelink open. Is die te zien. Mm-hmm. Een van de beelden die ik gebaseerd heb op het woord sorrow. En ik had een heel duidelijk idee van hoe dat eruit moest zien. Ik wilde dat groot was en zwaar. En dat het iets is wat je ook weer aan iemand anders kunt geven. Okay. Dat je het dus ook weer kwijt kunt. En dus omschrijf het eens, hoe is het, welke vorm heeft het gekregen? Het is een soort grote boon eigenlijk, die ook wel op een buik lijkt. Wat mij betreft kan die ook in de bodem van een buik liggen. Het is wel een hele grote buik. En hij is heel donkerblauw. En het is een serie van 6 en een beetje mislukte 7e, die volgens de glasblazers elk moment kan knappen. Wat ik ook wel mooi vind. Zorgwekkend. Maar ja, maar het is ook wel mooi, toch? Dat zo'n woord, en ook omdat het sorrow is of zo, dat het dan ook weer kapot kan gaan. Ja. Die is dan niet goed in de oven gegaan of iets. Daar is iets mee. En ja, die zijn heel blauw en zwaar en ook wel mooi. Want ik denk dat sorrow ook niet per se iets verschrikkelijks hoeft te zijn. Ja. Ik hoor allerlei materiaal ook weer dingen niet, want het is ook wol, geloof ik, Afra. Ja. Wat gebeurt er allemaal aan de overkant? Een,
Pak je microfoon er even bij als je wil. Ik ben aan het handtuften. Dus dat is een techniek dat je vanaf de achterkant werkt en dan aan de voorkant resultaat hebt. Handtuften. Ja, en dat is met een soort van naald waarbij je door de stof heen gaat. En dan komt hij aan de achterkant eruit. En ik probeer een beetje de vormen van de woorden die verteld worden erin te doen. En nu voelt het een beetje alsof het een entree-ticket wordt voor die parallele wereld. Ja. Ah, ja, precies. Want het is ongeveer de grootte van een A4'tje. Ja. Met allemaal verschillende kleuren stof erin. Ja. En jij bepaalt welke kleur sliert waar doorheen komt. Ja, een soort van confetti bijna. Het is confetti, ja, een klein feestje. Een zwarte achtergrond. En welke woorden springen eruit, wat jou betreft? Heim. Daarvan, ik vind de H heel mooi, ook qua letter. Een soort van ladder waar je op kan klimmen. Alleen als ik die dan maak, dan komt hij er aan de achterkant, zie je hem bijna niet meer terug. Dus hij vervormt ook wel weer in dat proces. En dan heb ik play, omdat dat was waar het mee begon. En dan heb ik die soort van O's-achtig van die verrekijkers. En dan ga ik weer door op de vorm van de letter. En dan komt daar weer die ja, gekke vorm of de kantlijn weer terug. Ja. Het is een soort eigen taal. Ja, een soort van eigen taal. En wat ik heel mooi vind is dat, want jij zegt voorkant en achterkant, maar ik zie helemaal niet wat voorkant ja, en achterkant is. Ja, dit hoort de voorkant te zijn. Maar ik moet zeggen dat hij een beetje inderdaad heel erg een soort van toilet, zo'n toiletdingetje wat je op de grond hebt of zo. Wel heel comfortabel. Ja, heel zacht. Ja, een extreem zachte. Een matje waar je voeten op zet. Ja, ja, ja. Maar de achterkant vind ik inderdaad ook wel leuk. Dus het kan nog alle kanten op. Het wordt een gesprek waar je op kan staan. Ja, ja. Mooi, dankjewel. Ga rustig even door en dan ik ben benieuwd hoe het verder afloopt. Je luistert of kijkt natuurlijk naar Kunst is Lang met schrijver, dichter en kunstenares Maria Barnas. Maria, in het voorgesprek wat wij altijd voeren voor deze uitzending, had je het even over het begrip ik. Je zei vroeger wilde ik niet zozeer toegeven dat mijn werk ook persoonlijk is. Of tenminste vond ik dat het niet zo was. Maar nu wel. Waarom is dat? Wat heeft je doen veranderen? Misschien wel door dat, ja, dus dat langzame ingedaalde inzicht dat taal sowieso niet een werkelijk een drager kan zijn om iets over te brengen. Dat het ik ook een volstrekte constructie is. Die ik niet zo serieus hoef te nemen. Ik niet, jij niet, niemand niet, zeg maar. Dus als ik zeg, die wil ik ook echt bevrijden uit uit het idee dat dat dan persoonsgebonden is. En dat werkt heel goed voor mij om daar zo over na te denken. Zeg maar, dat is. Want ik kan ook een verteller zijn of en misschien zelfs een onbetrouwbare verteller. Ja, en het grappige is dat in de literatuur is het lyrisch ik ook een heel bekend fenomeen. Ja. Dat kennen we al vanaf de romantische poëzie, zeg maar. En alleen, ja, op de een of andere manier zijn we dat een beetje vergeten, lijkt wel. Dat kijk, als een dichtbundel besproken wordt, dan zie je ook heel grappig sommige recensenten durven niet de dichter gelijk te stellen aan degene die het woord voert. Mm-hmm. He, dus als de dichter heeft geschreven, mijn moeder is dood, dat ze dan niet moet zeggen, oh god, wat zou er gebeurd zijn met die. He, maar dat het een constructie is. Ja. En de meer voorzichtige recensenten schrijven dan het ik-figuur. En dat is denk ik precies waar het om gaat. Dat als je realiseert dat je ik schrijft en dat het een figuur is. En dat die iedereen kan zijn. En dan bedoel ik niet dat ik me kan voorstellen hoe het is om een plant te zijn en dat ik als plant kan spreken. Dat kan ook, dat kan ook. Maar zelfs als ik het idee heb dat ik een hoogst persoonlijke ervaring heb opgeschreven, dat die universeel kan zijn als ik dat goed doe. Dus dat maakt natuurlijk heel veel mogelijk. Ja. Ja. Het schept ook een prettige afstand, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Ja. En het is misschien alleen maar een probleem voor degene die het schrijft. Want iedereen vervolgens die iets leest met een ik, verplaatst zich daarin als het goed is. Ja. Dus, ja, het is ook misschien wel heel nutteloos om je druk te maken over als maker of iets persoonlijk is of niet. Maakt het verschil? Er zijn natuurlijk mensen en kunstenaars die vanuit echt hun eigen ervaring alleen werken en dat ook willen overdragen. Misschien is het
Ja. Ja, ik denk ook dat het niet anders kan dat je het probeert gewoon, zeg maar. Voor, ja, vanuit wie moet je, moet je anders uitgaan? Ja, alleen, ja, precies. Nou ja, je kan à la Kafka natuurlijk jezelf laten veranderen in een, zo, ja. Een beest of zo. Maar goed, dan nog is het zijn interesse geweest om dat te willen doen. Ja, 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 ja. Of ja, hij had die behoefte blijkbaar. Ja. Hoe zit dat eigenlijk in beeldende kunst? Want nou ja, het vertelperspectief en de ik-figuur kennen we vanuit de literatuur wel. Maar er zijn geloof ik niet zo gek veel kunstenaars die als een alias iets doen. Of... Ja, ze zijn er wel natuurlijk. De mensen die zich als iemand anders presenteren of in de rol van iemand anders werk maken. Maar eigenlijk wordt dat volgens mij niet als natuurlijke optie herkend of erkend misschien wel. Nee, dat is gek, hè? Is dat iets... Ja, hoe zou dat zich tot elkaar verhouden? Wat in ieder geval zo is dat zodra je iets schrijft en je publiceert het, wordt het wel van een soort ikheid ontdaan, omdat het gewoon gepubliceerd wordt in een letter die door iemand anders is vormgegeven. En het is wat betreft de vorm inwisselbaar, ja. Hè, hoe het eruit ziet. Maar als ik hierna dit vloerkleedje, taal, voeten... deur naar de parallele wereld kijk, kun je daar de hand van de maker in zien. Je ziet hoe, ja, dat zij er hard op heeft gewerkt, dat het in een bepaald ritme gedaan is. Dan zie je misschien dat je eerder gewoon ook accepteert, ja, tuurlijk is dat door iemand gemaakt en dat is dan de hand van de kunstenaar. En dan heb je natuurlijk ook weer alle kunstenaars die dat juist willen vermijden. Ja, het handschrift. Ja. Ja, goed. En het is niet te reproduceren ook wat hier, Afra hier aan het doen is. Nee, dus dat is denk ik natuurlijk wel het grote verschil. Dat hoe je uiteindelijk een gedicht tot je neemt of een verhaal is wel in een gestandaardiseerde vorm. Terwijl kunst bestaat natuurlijk juist uit dat niet het geval is. Ja, de meeste kunst in ieder geval wel. Ja, ja. Ja. Er komt ook een heel spannend project van jou aan in Krullenmuller, waarbij je ook gebruik maakt van geluid. Wat ga je daar doen? Ik ga in verschillende... ruimtes eigenlijk... mijn persoonlijke ervaring... bij het beleven van al dat werk daar... dat ga ik een soort echo's geven... in nieuwe sculpturen en geluidswerken. Het begon eigenlijk toen ik Van Gogh zag... van het terras in Arlen. En ik dacht, die ken ik van bij mijn opa en oma. Alsof daar een flauwe kopie hing bij het Krullenmuller. Dat was mijn eerste reactie. Terwijl natuurlijk mijn opa en oma een kopie hadden. Maar die was wel mooi, blauwer en intenser, vond ik eigenlijk. Nou goed, toen dacht ik, ja, iedereen kijkt natuurlijk... je weet altijd van Gogh en zo, maar je hebt natuurlijk allemaal je uiterst hoogst persoonlijke, niet per se kunsthistorisch valide associaties. En die wil ik eigenlijk ook een plek geven daar. Dat doe ik met gedichten. En eigenlijk is er één werk, het grootste werk is uiteindelijk daar wel wat van losgezongen. Het gaat meer over hoe kijken een vorm van proberen is, elke keer weer. En dat, daarin trek ik het woord trying uit elkaar en verspreid ik over drie ruimtes. Mm-hmm. In één ruimte hoor je een meerstemmig koor en dan in verschillende toonhoogtes zingen. Dat is op de grond. En dan in de hoofdruimte waar je op afloopt, draai je bollen. Die op misschien wel op ogen lijken. En die zingen het woord I. Oog en ik. En dan is er een soort regen van ings in de derde ruimte. Dus ja, als je er doorheen beweegt, kun je eigenlijk bewegen door het begrip proberen. En ja, iets zelf samenstellen daaruit. En hoe kom je bij de gedachte dat kijken proberen is? Dat weet ik niet. Dat ik denk wel dat het meest heldere kijken kan plaatsvinden als je iets nog niet hebt besloten of als je iets nog niet weet. En, ja. Als iets nieuw is misschien ook. Ja, dus dat je er iets aftast en niet het al... Ja, anders zie je het denk ik ook niet. Als je, dan zie je wat je denkt dat je ziet. Hmm. Ja.
En is dat wat er gebeurde toen jij dacht, hey, die poster, of die Van Gogh hier, die lijkt op die poster van, ja, die ik al ken? Ja, precies. Ja. Ja. In die dan zin val je in een soort, in een val. Dan trap je in de val. Ja. Van, het voorgeprogrammeerde in je hersenen dat jou dan, ja, al informatie geeft die eigenlijk de wereld kleiner maakt en niet groter. En volgens mij is dat ook wat heel veel, laat ik het zo zeggen, ik heb nu geloof 80 uitzendingen gedaan, Kunst is Lang. En bijna elke uitzending komt ook ergens de opmerking, ik hoop dat ik mensen beter kan laten kijken. Of dat mensen nieuw, als het ware iets nieuw zien. Ergens is dat misschien in kunst wel het hoogst haalbare. Als je even die verwachting kan doorbreken en een nieuw licht kan werpen op iets. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Waarbij het natuurlijk nog de vraag is of wat dan nieuw licht is. En, ja, en, inderdaad. Of je dat, ja. Of jij dat kan veroorzaken. Is het misschien ook jammer dat je dat gevoel kan hebben dat het een flauwe afspiegeling is van wat je al kent eigenlijk? Is het ook een beetje vechten tegen de natuur in die zin? Als je iets maakt, bedoel je? Ja. Nee, want elk materiaal leidt ook weer tot een nieuw. Je kunt het niet allemaal bedenken. Hè? Het ontstaat ook gewoon als je dan met iets aan de slag gaat. En dat wordt. Dat is ook niet alleen maar een afspiegeling. Dat is iets nieuws. Wat er nog niet was. Ja. En. Ik weet niet. Ik denk. Vind jij dat een gevecht bijvoorbeeld? Of. Als je iets aan het maken, want we zien hier nu echt iets ontstaan. Ja. En er was natuurlijk een bepaald idee. En jouw vraag was, als je een werk maakt en je weet dat het niet per se een afspiegeling wordt van iets wat je wil overbrengen, maar iets anders, is dat een gevecht? Of sparren, denk ik. Eerder. Sparren. Ja. Ja. Ja, zo zie ik dat meer. Ja. Ja. Ja, en ik probeerde me uit deze vraag te redden door iets te zeggen over dat het materiaal ook mee bepaalt, bijvoorbeeld. Ja, ja, dus je, ja, kunt ideeën hebben. Ik had bijvoorbeeld met glas en touw wilde ik werken. En toen zag ik, dat touw dat beweegt zich eigenlijk op dezelfde manier als dat glas. Dat is wel flexibel, maar ook niet heel erg. Ja. En dat bepaalt dan bepaalde keuzes. Dus dat ontslaat jou dan ook van een bepaalde verantwoordelijkheid, denk ik, op dat moment. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook wel fijn. Je hebt maar die mogelijkheden dan. Ja. En daardoor ben je telkens aan het reinventen en kijken wat er mogelijk is. Dat heb ik ook met deze techniek, omdat je dus niet zeker weet wat er aan de achterkant uitkomt en of die beter wordt dan, of de voorkant beter wordt dan de achterkant, ben je telkens aan het sparren met de machine of met de techniek waar je mee bezig bent. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dan de ruimte. Als je eenmaal weet waar het werk terecht gaat komen, dat kan dan ook weer heel veel invloed hebben, ja. Ja. Dus op een gegeven moment wordt het een soort gesprek tussen alles. Tussen jezelf en het idee dat je had, maar ook de werkelijkheid die gewoon beperkt is. Waarin je het toch moet doen. Ja. Nu je zo trying zegt, bedacht ik ineens, je hebt natuurlijk ook die bellenblaasmachine gemaakt. Waarin, die ik in de introductie al even noemde. Hè, waarin een poging tot een gesprek eigenlijk ontstaat. Of poging tot iets uitspreken. Was je toen al heel erg met dit thema bezig? Zat het ook in dat werk al? Ik denk dat ik. Ik denk toch dat ik echt oprecht geprobeerd heb om nieuwe taal te ontwikkelen voor die machine. Ik wilde eigenlijk nooit meer gedichten voorlezen. En ik dacht, als ik nou een machine ontwikkel die dat voor mij doet, ja, die kan die het vast veel beter. En dan stuur ik die gewoon als ik ergens heen moet om poëzie voor te lezen. Je wilde niet meer optreden? Nou, ik niet altijd misschien. Het is niet mijn hobby. Oké. Okay. En het leek me zo handig. Maar het probleem is dat ik nu een hele hulpbehoevende machine heb ontwikkeld. Die misschien nog wel meer aandacht nodig heeft dan ik zelf. Als ik gewoon maar ergens heen ga en iets voorlees. Dus je bent een monteur. Het is geslaagd en niet geslaagd. Wat ik probeerde te doen is eigenlijk. Ik had een tekst gelezen van Mustafa Kayati. Een volstrekt obscure situationist die. Inmiddels obscuur. Hij heeft een tijdje naast Guy Debord best de boventoon gevoerd en een heel mooi essay geschreven over het belang van een nieuwe taal ontwikkelen op het moment dat je je wil
losmaken van de machten en de structuren en de krachten die jou klein maken en beheersen. Natuurlijk een thema waar we nu, ja, misschien wat wel van alle tijden is. Ik bedoel dat. En hij beweerde. Zolang we de taal blijven spreken van de oppressors, zullen we hun deel van hun systeem blijven. Ja. We moeten een nieuwe taal ontwikkelen. En hij heeft het dan over de. Dat is trouwens wel mooi, de langue du bois van Stalin. Het is de houten taal. In het Engels is dat dan de hollow language. Elke taal heeft daar een eigen. Dus de retoriek, wij noemen dat de holle retoriek. Ja, de holle frases of zoiets. In Frankrijk is het solide, vind ik wel grappig, juist. Maar vervolgens komt hij niet met een voorbeeld. Dus dat vond ik heel jammer. Want ik zat steeds van, ja, tuurlijk, we hebben echt een nieuwe taal nodig. Ja, kom maar door met die taal. Ja, maar hij noemt geen enkel voorbeeld. En ik dacht, ik ga een poging wagen. En de machine die de poet heet, die blaast bellen gevuld met stikstof, waardoor die bellen heel groot en wit zijn. En dat duurt heel lang voordat die ploffen. En als ze ploffen, dan blijft er even een wolkje hangen. En dat voor mij is dat al een vorm van die nieuwe taal. En dan heb ik wel met een speaker, dan laat ik nog een soort woorden richting die bellen. Dus dan heb ik het idee dat de woorden in die bellen terechtkomen. En toen merkte ik wel dat de enige manier om recht te doen aan de complexiteit van dit onderwerp is om die poet te laten stotteren en te laten mislukken. Je wil wel, maar hoe doe je dat? Hoe kun je verstaanbaar maken als je een taal spreekt die niemand kent? Ja. Je kunt wel een onzintaal gaan formuleren, maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Je kunt een geheimtaal spreken, maar daarmee krijg je de massa niet op dreef. Als je echt verandering wil brengen in de wereld. Dus eigenlijk zijn we toch weer veroordeeld tot die taal die we kennen, die we hebben. Ja, dat denk ik wel. Alleen je kunt wel blijven hameren op de noodzaak van dat we het wel nodig hebben. En dat zichtbaar maken, vind ik al, ja, is ook wel een vorm van activisme. Ja, zelf zeggen van we hebben. Ja. We kunnen niet alleen maar accepteren wat op ons afkomt. En daarmee zijn we weer op het waar je aan het begin van het gesprek mee opende. Dat het kunst het domein van het proberen is. En misschien wel het bijvoorbeeld al weten dat je mislukt. Misschien wel, maar je kunt ermee toch wel herrie schoppen. En dingen in beweging brengen. Ja, dat en, kan wel. En op andere gedachten komen. Ja. Associaties, dingen die wegglippen, toch een plek geven. Ja. Dankjewel. Nog heel even aanvragen, wat hebben er nog nieuwe dingen een plek gekregen bij jou? Pak de microfoon er even bij. Oh ja. Nee, eigenlijk niet per se heel veel nieuws. Nog veel meer kleur. Ja, ik moet het nog even laten bezinken, denk ik. Ja, ja. En ga je ook ergens een punt zetten? Is dat een van de. Nou, ik denk wel het einde van de radiozender. Het is toch een moment. Ja. Dat vind ik wel mooi eraan, ja. Nou, laat het nog even nagalmen. Dankjewel in ieder geval dat je dit mooie matje van ons gesprek hebt willen maken. Yes. Dankjewel. Dankjewel ook Maria. Fijn dat je er was. Graag gedaan. En dan gaan we nu door zoals altijd met Voor de Kunst. Crowdfund site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. En deze week schuift aan fotograaf Marijne Baks. Zij wil namelijk geld inzamelen voor een fotoboek. En in dat fotoboek fungeert Mar als hoofdpersonage. Zij is een vrouw die vorig jaar op 102-jarige leeftijd is overleden. En dat levert een hele hoop mooie foto's op. Althans, als het boek er gaat komen. Marijne, wie was Mar en hoe ben je haar op het spoor gekomen? Nou, Mar is een. Ik ken Mar omdat ze de kraamzorgster was van mijn moeder toen ik geboren werd. En zij heeft 2 generaties van onze familie gekraamd. Maar ook toen mijn moeders moeder overleed, het hele gezin opgevangen op haar 17e. Dus is een soort van stukje van de familie geworden. Waardoor ik haar altijd wel al 1 keer per jaar in ieder geval zag. Ja. Zo heb ik haar leren kennen. En wat was het eerste moment dat je dacht, hier moeten foto's van gemaakt worden? Ja, dat had ik helemaal niet. Want ik kon het helemaal niet goed met Mar vinden. Tot 2008 toen ik een keer bij haar en toen mijn moeder zei, ze woont zo mooi, kom een keertje mee. En toen dacht ik, nou, met veel tegenzin ging ik daarheen. Waarom? Wat was er zo erg aan Mar? Nou, Mar is een vrij eigenwijze dame. Erg leuk.
bleek later. Ja, ja. Maar ik denk ik ook. En we vonden elkaar gewoon een beetje vervelend, geloof ik. Oh. Omdat we misschien iets te veel op elkaar leken. Oké. Zo heb ik, dat is mijn conclusie nu. Na dat ik 10 jaar met haar intensief heb doorgebracht. Ja, maar goed, 2008, toen veranderde dat. Je ging naar haar huis. Ik ging naar haar huis. En dat fascineerde me. Of tenminste, ja, ik raakte daar geprikkeld door dat de tijd had stilgestaan. Een beetje een... ik zat toen nog in de illusie dat ik, of tenminste in de gedachte dat ik documentair fotograaf wou worden. Wat vrij snel daarna ook stopte, die gedachte. uiteindelijk realiseerde ik me dat ik het enige wat ik echt heel interessant was, is dat ze daar al 80 jaar woonde en echt een soort van samensmolt met die plek. En dat ik maar me toeliet, maar ook zij, ook gewoon een best een bescheiden vrouw is. En ja. Ik deed de dag, ja, ik zit hier met die camera, wat moet ik nou met die camera? Die foto's, maar ik wil eigenlijk helemaal niet de hele tijd haar fotograferen. Nou, zo is er. Ben ik dus bijna 10 jaar aan het fotograferen. Nee, niet 10 jaar, want ik ben wel gestopt met fotograferen nadat zij uit huis ging. Dus, en in het jaar dat ze, of de 2 jaar eigenlijk, dat ze het huis heeft leeggehaald. Of echt in het is een heel groot huis, moet ik er even bij zeggen. Echt gigantisch, met 13 kamers. Waar ze in daar eentje woonden. Nee, niet waar. Er woonde een kunstenaar boven. En zij woonde beneden op dat moment. En ze heeft eigenlijk altijd wel mensen in huis gehad die in periodes daar kamers vulden of ze daar woonden. Maar je zegt, zij was versmolten met dat huis. Hoe zie je dat en hoe gaan we dat straks op de foto's zien? Eigenlijk alle sowieso, ze werd ouder, dus ze, in haar bewegingen. Ze kon met haar ogen dicht eigenlijk door het huis, terwijl ze vrij wankel werd. Maar ook aan kleuren en aan structuren. Ik weet niet, als ik naar haar keek en ik keek naar de muur, dan zag ik ongeveer hetzelfde. Zeg maar ja. Of ja, dat is een compliment, maar. Ja, wel. Want okay. Ik vind het alle twee was het prachtig. Dus ja, het is gewoon de. Ja, dat is tijd, zeg maar. Tijd die zich. Ik stoor me enorm aan dat iedereen die tijd een soort van tegen wil werken tegenwoordig. Zowel in zijn huis moet het allemaal strak en glad en in je gezicht ook. En ik vond het bij haar echt heel mooi dat alle twee niet gebeurde. En dat zij hele zij is een uitgesproken vrouw met veel uitgesproken kleuren. Dus dat huis had dat ook en zij ook. En daarin was het vrij uniek in mijn beleving. Welke kleur domineerde? Paars. Haar lievelingskleur. Ja, ook een bijzondere lievelingskleur vond ik het. Maar eigenlijk, ja, wat ik... dat is ook eigenlijk hoe ik ben dus een boek aan het maken. Jij noemt mij een fotograaf en een fotoboek. Ik noem het zelf helemaal geen fotoboek en eigenlijk mezelf ook niet meer fotograaf. Omdat de foto's voor mij er het minst toe doen. Of soort van die zijn een middel om iets om. Ja, ik heb toevallig met fotografie gewerkt toen ik haar leerde kennen. Dat was toen het medium wat ik gebruikte. Ik heb dus ook best wel lang moeten zoeken naar een vorm waarin ik die foto's wou gebruiken. En nu maak ik een boek wat ook weer uit elkaar valt als losse dingen, als losse papieren, als losse vellen. Allemaal vellen die op verschillende manieren gevouwen zijn. Dus sommige pagina's zijn gewoon een simpele spread, maar sommige zijn zo'n papier wat is opgevouwen tot een boekje van 24 bij 17. Dus de helft van het boek is dicht, bijvoorbeeld. Dat kan je niet zien. Ik wil dat het uit elkaar gevallen, omdat ik maar iemand ben die haar heeft gekend en die daar iets over maakt. Maar ik vind eigenlijk dat... Dus ik heb een volgorde die ik bepaal. En ik heb keuzes over diktes van papier en materiaal en bla bla en wat voor beelden. Maar de beelden zijn heel erg gebaseerd op haar kleuren. Haar materialen waarmee ze veel werkt. Op haar eeuwig eigenlijk een nieuw begin maken in iets wat oud wordt. Dus ze gooit nooit iets weg. Maar ze maakt er wel elke keer weer iets nieuws van. Ik weet niet, zij heeft een aantal van die dingen die gewoon heel sprekend zijn voor haar. En ik heb dus allemaal beeld met prachtige portretten, maar dat komt er niet in. Omdat ik niet een boek van haar of over haar wil maken, maar een boek van haar. Zeg maar waarin iemand die haar heeft gekend haar ziet. En niet specifiek mijn. In een portret leg je als fotograaf altijd heel erg je eigen blik ook. Zeker. En dat, ik geloof niet in dat ik. Ik wil alleen. Wat mijn werk zegt, is eigenlijk meer dat ik je wil laten. Je de ruimte wil geven om met de materialen die ik verzamel. Je eigen verhaal te maken. Ja. Dus dat boek moest uit elkaar vallen, zodat iedereen daarna gewoon zijn eigen
dingen dat op zijn eigen manier weer in elkaar kan zetten. Of er dingen uit mag laten. Of nou ja, goed zo. Maar zij begint pas met het project als ik er niet meer ben. Ja. Waarom is dat? Nou, dat ze me toeliet in haar huis vond ik al best wel wat. Dat ze me gewoon met die camera aan mijn gang liet gaan. Had ik niet van haar verwacht in het begin. Maar ze vond het eigenlijk best wel prettig dat ik daar was. En ze vond het denk ik ergens ook fijn dat ik dingen... Zeker omdat het redelijk gelijk liep aan het feit dat zij naar huis uit moest. Het liep niet helemaal gelijk, maar ze had wel behoefte aan... Ze vond altijd gezelschap fijn. En ik was vrij duidelijk in hoe ik sprak en vrij recht voor zijn raap. En zij ook. Ze wilde het niet meemaken, het project. Nou, ze wou gewoon... Ze was een redelijk bescheiden vrouw die niet op die manier eigenlijk zichzelf in centraal wou zetten. Dus ze vond het prima dat ik daar was en ze vond het fijn dat ik die foto maakte. Ze vond de foto's ook mooi. Uiteindelijk hebben we ook samen in 2014 een tentoonstelling in haar helemaal lege huis gemaakt. Die we geheel samen gemaakt hebben. Dus alle beelden, alle teksten heb ik haar laten zien en besproken. Maar ze zei, doe er maar wat mee als ik dood ben. En op de dag dat ik naar haar toe reed, toen het echt de laatste adem werd uitgeblazen, toen wist ik wat ik ermee moest doen. En dat was dit boek. En op deze manier ook? Ja. In de geest van hoe zij leefde? Ja, echt in de geest van haar karakter, denk ik, is het vooral. Maar er staan geen portretten in het boek? Ze komt er wel in voor, maar niet een portret. Nee, maar dat laat ik er uit. Staat wel op de crowdfundingspagina 1 portret. Dat is omdat ik wel weet dat mensen er behoefte aan hebben. En ik in dit geval dat functioneel vond. Maar in het boek niet in die manier dat je echt... Dat is altijd in relatie tot haar huis. En daar komt eigenlijk mijn werk ontstaat altijd in de fascinatie voor mensen tot hun muren eigenlijk die om zich heen bewegen. Of ja, mensen in hun ruimte of mensen met muren. Er is een relatie tussen. Mensen met muren. Ja. De relatie tussen mens en muur. We moeten het gaan zien, volgens mij. Ik vind het in ieder geval een waanzinnig concept. Dankjewel. Dat je het wilde toelichten. En ik hoop dat het gaat komen. Ja. Dankjewel. Waar zoeken we als we je project willen steunen? Op Voor de Kunst. En dan Marijn Baks. Helemaal goed. Met B-A-X. B-A-X. Dank voor je komst. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl als je meer informatie wil over het werk van Maria. En dan zie je ook wat Afra hier live maakte. Dat hele mooie matje, wat eigenlijk een gesprek is. Volgende week zijn we er weer natuurlijk. En dan zit Henk Vis hier. Graag tot dan.